zien de dodenwoorders, zien de hunterdoorders, zien de hunterdoorders, dat hij dat branden was. We zagen dat voor de deur allemaal weggaan. Hè? En we zijn ook gaan vluchten. Hè? Je wordt overal een lomp en een kegel spelen. Dat is dat. En ze zijn overal te vieren. Het is dat je niks meer hebt. Hè? We zijn het allemaal kwijt. Augustus 1914. Met zwaar geschut trekken Duitse troepen in de vroege ochtend de Belgische grens over. De fortegordel van Luik kan de Duitse troepen niet meer tegenhouden. Na 4 volle dagen van beschietingen moet het vermoeide Belgische leger zich terugtrekken. De Duitse soldaten treden hard op. Ze hebben op een vrije doorgang naar Frankrijk gerekend, maar de Belgen verzetten zich veel heviger dan verwacht. Uit weerwraak steken de Duitsers hele dorpen in brand. Enkele dagen na de bezetting van Aarschot wordt een Duitse officier neergeschoten. Als vergeldingsmaatregel pakt de bezetter alle mannen van Aarschot op. 1 op de 3 wordt gefusilleerd. Jean-Baptiste Peters, mijn overgrootvader langs moederskant, was zo een derde persoon, terwijl dat zijn zonen 1 en 2 waren. Op de markt van Aarschot staat een gedenkteken ter ere van de slachtoffers. Ook de naam van de grootvader van Gabi Wittox, Edmond de Leender, staat op het monument. Ze had bericht gekregen hier in Aarschot dat de brandweerleden, want mijn grootvader was bij de brandweer. En de brandweerleden moesten hun geweer allemaal binnenbrengen. Daarom hebben die allemaal hun geweren binnengebracht, maar sindsdien hebben ze grootvader niet meer gezien. En toen zijn ze op de vlucht moeten gaan, omdat het veel te erg werd in Aarschot. Hè? Het genadeloze optreden van de Duitsers verspreidt zich snel. Bij de gewone mensen zit de angst er diep in. Ook bij de zonen van Jean-Baptiste Peters en Treske Verhelst. Die zonen, die dus bij die executie aanwezig waren, die zijn naar huis gegaan. En Treske, tezamen met 6 van haar kinderen, is dan vertrokken met een kruiwagen, met alle bezittingen die ze kon meenemen. En door de velden zijn die getrokken richting Westerlo. Die zonen die waren zo getraumatiseerd dat ze absoluut wilden verder gaan en dat ze verder wilden vluchten uit België. Opgejaagd als wild trekken de vluchtelingen verder. In de steden die nog niet zijn ingenomen stromen de havelozen toe. Maar de Duitsers zitten hen voortdurend op de hielen. In Duppel op de Neet. En die brug erover, die hadden ze laten springen. Het was een bevel gekomen dat alle mensen moesten weggaan. En dan was ik 4 jaar. Hè. En dan zijn we met de laatste trein, die er dan nog overgekomen is, naar Antwerpen gegaan. In Antwerpen heerst er begin oktober een koortsachtige drukte. Duizenden vluchtelingen zoeken hier beschutting en bescherming. Ook de Belgische troepen hebben zich hier teruggetrokken. Ze rekenen op versterking uit Engeland. Voorlopig laat het Duitse leger Antwerpen links liggen. Maar de rust duurt niet lang. Eind augustus is er al een zeppelin over de stad gevlogen die 6 bommen laat vallen. Op 8 oktober regent het bommen op Antwerpen. Ik herinner me dat bombardement als kind. Ik was nog 3 jaar en 7 maanden, voor het juist te bepalen. Ik herinner me dan nog altijd wel dat ik schrik had. Mijn vader was een aannemer en zijn meestergast was op bezoek bij ons. En die zegt: mijn vader heet de Jean. Als Jean zouden we niet gaan vluchten. Als de vluchtelingen de stad verlaten, zien de straten er spookachtig uit. Gas en elektriciteit zijn uitgevallen en de lucht is rood gekleurd.
Het Scheldt stond helemaal in brand in het zuid van Antwerpen. Daar waren de depots van de naften en van de olies. En hij had de militaire Belgen in brand gestoken voor die voorraad niet aan de Duitsers te laten. En dat was verschrikkelijk. Die vlammen, dat was een hel. Dat was een hel. Om niet nog meer mensenlevens te offeren, beslist de Belgische legerleiding Antwerpen op te geven. De overheid geeft de burgers de raad te vluchten. De meeste Antwerpenaren haasten zich naar het Steen en schuiven aan om per boot de Schelde over te steken en naar Nederland te vluchten. Wie te veel pakken mee heeft, zoekt een kar en vertrekt te voet naar de grens. Dat was de gebruikskar van de zaak van mijn vader, hè. Dat was een stoetwagen, gelijk we dat noemen, hè. En daar hadden we thuis dan, wij hadden een winkel. Daar hebben we natuurlijk van alles opgeladen, van alle mogelijke zaken uit de schappen gehaald. En een paar matrassen erop en een paar dekens erop. En zo zijn we gaan vluchten, hè. Sommige vluchtelingen willen verder weg, over het kanaal naar Groot-Brittannië. Oostende, waar iedereen wil inschepen, wordt overrompeld. Dat was moeilijk voor een boot te vinden voor Engeland, hè? De loketten waar ze tickets konden krijgen, die waren maar 3 uur per dag open. En er stond misschien wel 500, misschien meer dan 500 man aan te schuiven voor tickets. En dan hebben ze 3 dagen geprobeerd en telkens voor hun neus loketje dicht. Veel mensen raken ontmoedigd. Ze vinden geen onderdak en zoeken in de badhokjes op het strand beschutting tegen de felle zeebries. Als ze uiteindelijk toch een ticket hebben bemachtigd en aanschuiven om op de boot te stappen, dreigt bovendien het gevaar voor bombardementen. Als ze daar op de kaai stonden te wachten, begonnen ze ook al over te vliegen, hè? En bombarderen. Ik denk dat ze het op de haven ook gemunt hadden, hè? Daarom ze zeggen, we moeten hier weg zien te geraken. Alle beschikbare vaartuigen, ook vissersloepen en kleine plezierbootjes, worden gebruikt om de vluchtelingen het kanaal over te zetten. Maar de familie De Leender heeft nog altijd geen plaats gevonden. En dan hadden ze in de verte gezien een hele grote boot. Ze zijn tot daar gewandeld. En op die boot, dat was maar alleen een boot voor gewonde soldaten. Daar mochten ze niet op. Maar natuurlijk lang aandringen en nog eens blijven aandringen, hè. Hadden ze toch kompassen met een oud mens gelijk Grani, 74 jaar. Allee, dan mochten ze toch op de boot geraken. Niet alle vluchtelingen hebben zoveel geluk. Wie er niet in slaagt in Oostende de boot te nemen, gaat via Duinkerken naar Calais in de hoop daar nog een schip te vinden. De Belgische kust is intussen bezet door de Duitsers. Ik weet niet hoe ze in Frankrijk geraakt zijn, in Calais. Maar ik heb dus de laissez-passer van mijn mama. En we zijn dan moeten oversteken met een koolboot. Mijn mama was dus hoogzwanger. De haven verlaten is niet zonder risico. Geregeld worden schepen met honderden vluchtelingen aan boord door Duitse onderzeeërs getorpedeerd. In Nederland worden de dorpen net over de grens overspoeld door vluchtelingen. Nederland blijft neutraal en daarom zoeken meer dan 500.000 Antwerpenaren er soelaas. Zowat 1 miljoen Belgen steken in die eerste oorlogsmaanden de Nederlandse grens over. Ouderen en kinderen weten niet wat hen overkomt. Families verliezen elkaar uit het oog. Overal langs de weg en in de dorpen waar de vluchtelingen langskomen, vinden ze berichtjes. Aan bomen en struiken laten ze briefjes achter met oproepen voor zoekgeraakte familieleden. In alle grensgemeenten verdubbelt het aantal inwoners in enkele dagen tijd. Veel burgers delen uit wat ze hebben, maar er blijft een tekort aan eten. En de winkels zijn uitverkocht.
Daarom probeert de Nederlandse regering de vluchtelingen over het hele land bij particulieren onder te brengen. De Nederlanders tonen zich heel gastvrij. We zijn s'avonds laat in Ossendrecht dichtgekomen. En daar zijn ze gaan vragen of we mogen slapen. Die boer was direct akkoord. En we hadden zagen matrassen bij. Die heeft dan oei en strooi op de grond gegooid. En dan zijn die matrassen gegaan en zijn we gaan slapen daar. Ook gemeentebesturen doen hun best om alles in goede banen te leiden. Damescomité's, vooral van rijke burgerdames, organiseren maaltijden en zorgen voor de eerste opvang. En dan zijn we vandoor, even dan mevrouw Nolte gekomen. En dan heeft mijn moeder er in de keuken weggeopend en mijn vader wat in de rol. Maar natuurlijk, met zo'n schatrijke mensen kun je niet blijven. En dan heeft hij gezorgd dat wij een appartement hadden in Amsterdam. Amsterdam weet geen blijf met de vluchtelingen. Ze wonen niet alleen bij particulieren, maar ook in hotels en openbare gebouwen. Bij gebrek aan beter verblijven sommige gezinnen zelfs in loodsen zonder verwarming of sanitair. Een centrale commissie coördineert de werking van de plaatselijke vluchtelingencomité's. Maar er dreigt zo'n chaos dat het Nederlandse leger moet worden ingezet voor logistieke steun. In Bergen-op-Zoom, dat 16.000 inwoners telt, belanden meer dan 100.000 vluchtelingen. Ze kamperen er dagenlang in de bossen. Wat er van de Belgische troepen overblijft, heeft zich na de val van Antwerpen teruggetrokken in de Westhoek. Hier ligt de nieuwe frontlinie, rond de heuvels ten zuidwesten van Ypres. Einde oktober lanceren de Duitse troepen een eerste aanval. De grootouders van Daan Hoflak moeten hun bakkerij in Zonnebeke sluiten. Men gaat op de vlucht en men gaat op de vlucht met paard en kar. Dat was ook paard en kar dat men gebruikte om brood rond te dragen in het dorp. En men is dan naar Godewaarsvelde getrokken aan de voet van de Katsberg, omdat daar eigenlijk de broer van mijn grootvader woonde. Ook Gabriel Versavel moet met zijn hele familie Passendalen verlaten. Hij is dan 12 jaar. De generaal had gezegd: verlaat Passendalen en ga naar Schraventafel. Dat was een wijk van Passendalen. Tussen Passendalen, Zonbeke en Poelkapelle. En doe eet mee voor één dag en bekijk daar oorlogen. Maar de geallieerde troepen worden verdreven en de vluchtelingen volgen in hun spoor. Maar als we aan Schraventafel kwamen, was avancé, avancé. En dan is het right through, two years, right through. Ja. Moesten we uit, altijd maar uit tussen al die dwalende mensen. Die op kruiwas gevoerd worden, die rieten en tieren om open. Het centrum van Ypres is het nieuwe doelwit. De stad loopt leeg, want het is er niet meer veilig. Ze waren bezig met Ypres plat smijten. Kon niet verder. Er stond geen huis meer recht in Ypres. Het was plat, hé. Het was heel plat. Wie wist dat nu zus was er een eenmaal anders is. Als ze zeggen het is dit of het is dat, die kost het niet meer, kan niet. Ondanks de zware bombardementen weigeren veel Ieperlingen hun huis, meubelen en alles wat ze bezitten achter te laten. Ze zwerven rond, proberen zo lang mogelijk in de buurt van hun stad te blijven en brengen op die manier hun leven in gevaar. Echt tussen de troepen, dat mijn mama zei, tussen de troepen gelopen, meegelopen. Ja. We zijn dan met ons schammer goed dat we allemaal hadden. Als week geleden en eten bij de ene dag. Vandaar zijn we ons pakje genomen en op de brug gegaan. Niet weten waar.
Oh, maar dan niks. Zussen die dan allemaal net als al. We moesten niet het plecht mee hebben verliezen. We moesten dat al achterlopen. Ik kwam er bij jou dan, hè. Moest je achterlopen. Door de voortdurende bombardementen zijn sommige mensen zo bang geworden dat ze kiezen voor meer veiligheid. Ze nemen pak en zak en trekken de Franse grens over. In Azenbroek zijn ze op een trein gezet en weggevoerd. Dat waren al hyperlingen. Al die hyperlingen werden nog opgestoken. We moesten toch ergens naartoe. Het kost niet. En bloot niemand is zo. Per trein reizen veel vluchtelingen eerst naar Parijs. Verschillende hulporganisaties proberen er zo goed mogelijk de onverwachte mensenstroom op te vangen. On n'avait pas prévu dans les plans d'accueillir des réfugiés. Pour la bonne et simple raison que l'armée française avait une doctrine d'offensive et la guerre devait être portée dans les premiers jours en Allemagne. Il ne devait donc pas y avoir de réfugiés. Donc l'arrivée des réfugiés a été une situation face à laquelle on a dû improviser des réponses. La Gare du Nord en andere grote openbare gebouwen doen maandenlang dienst als opvangcentrum voor de vluchtelingen. Die wonen en slapen zelfs in schepen voor de binnenvaart. Vanuit Parijs worden de vluchtelingen per trein verspreid over heel Frankrijk. Ja, ik denk dat ze daar zaten in die kleine dorpjes, daar waren plaats voor zoveel en dan mee uit, hè. Het was een krotwoning dat hier moesten zijn. Ze zouden zijn onbewoonbaar verklaard. In Nederland raakt de opvang van de Belgische vluchtelingen intussen beter georganiseerd. Eind oktober beslist de regering enkele voorlopige vluchtoorden op te richten. Die eerste verblijven zijn heel primitief, soms zelfs gevaarlijk. De vluchtelingen moeten slapen op stro. Ze wonen in tentenkampen, leegstaande fabrieken, zelfs in een circustent. En dan begonnen ze in Ede met kampen te maken. He? En dan zeiden ze, dat de oorlog duurt te lang, dat ze kampen moeten maken. Ja, de meeste kosten ons niet blijven laten, die burgers. He? En dan zijn we als het kamp af is, naar het kamp gaan leiden gegaan. De vluchtelingen komen aan in het stationnetje van Ede. Hier huist nu het historische museum dat alle informatie over het vroegere kamp bewaart. U staat hier op een van de mooiste plekjes van de Veluwe op de Genkelse Heiden in Ede. Dan kunt u zich misschien niet voorstellen dat in 1915 hier een heel groot kamp opgebouwd is waar Belgische vluchtelingen zijn opgenomen. Het kamp is 30 hectare groot. Het is verdeeld in drie grote dorpen met ieder een eigen naam verwijzend naar het thuisland. Scheldedorp, Maasdorp en Leiedorp. Dat waren allemaal barakken. Grote barakken. Heel grote. En het grote gedeelte van Beur, dat was verzeten. Maar rondom die barakken, zo, dat was dan zo gezegd, allemaal kabintjes. Ja, één bed kost er staan. Ja, dat is dus op de grootte, bij matrasken. Hè. Terwijl de Edenaren zelf nog petroleumlampen en kaarsen gebruiken, heeft het kamp al elektriciteit. Er komt ook centrale verwarming. De bewoners helpen met man en macht bij het plaatsen van de ketel. Ede is een van de vier permanente vluchtkampen. De andere zijn in Gouda, Uden en Nunspeet. De overheid heeft het liever over vluchtoorden, want er is bij de vluchtelingen nogal wat weerstand tegen het woord kamp. Wie niet naar een kamp wil, moet maar terug naar België. Nederland oefent zachte dwang uit in de hoop dat veel Belgen zullen terugkeren. En dan is de burgemeester teruggekomen. En die heeft komen zeggen, mensen, de bombardementen in Antwerpen zijn opgehouden. Je kunt voortvluchten als je wilt in Nederland, maar je kunt ook teruggaan.
Het grootste deel van de Belgen keert voor het einde van 1914 terug en schikt zich naar het leven onder de Duitse bezetter. In de Engelse havens, vooral in Folkestone, blijven de vluchtelingen toestromen. Vanuit Folkestone reizen de vluchtelingen eerst naar Londen. Ze worden er opgevangen in toevluchtshuizen. Die ontvangst, dat was daar geweldig. Daar was een heel, heel groot huis waar al die vluchtelingen samengedreven werden. Hè. En van daaruit werden die geplaatst. De hoogzwangere moeder van Denise Daal is door de lange treinreis doodvermoeid. En onderwege hebben ze mijn mama moeten uitladen uit de trein, omdat ik moest geboren worden. Maar mijn mama was niet goed. Je kunt denken, ook zwanger en oversteken over de plaats en zo, met een koolboot. En dan is ze de 10 februari gestorven. De kleine Denise wordt opgevoed door haar grootmoeder en tante. Dan heeft mijn grootmoeder mij meegepakt naar Schotland, waar mijn tante reeds was en met haar kinderen en zo. Hè. En dan hebben we daar gewoond, in een cottage. Over heel Engeland zijn burgers druk in de weer om de getroffen Belgen op te vangen. Ook in Tewkesbury is een onthaalcomité. Heel dat comité, dat moeten wel bemiddelde personen geweest hebben. Want die hadden allemaal een grote som geld gestort in de kast. En daarvan onderhielden ze de vluchtelingen. Hè. De familie van Freddy Fransen wordt niet door gastvrije Britten opgevangen, maar kan haar intrek nemen in een verlaten dorp, Witton Park. Witton Park was een stadje dat enorm leefde van de metaalindustrie. En daar waren dus enorm veel arbeiders die daar gehuisvest waren. Maar op zeker moment is die metaalindustrie dus teniet gegaan en kwamen al die huizen vrij. En daarom was het een ideale plaats om die Belgische vluchtelingen in onder te brengen. In Engeland en ook in de andere gastlanden verschijnen speciale vluchtelingenkranten. Die publiceren geregeld berichtjes en foto's van mensen die tijdens de vlucht hun familie hebben verloren. Ook de familie van Gabi Wittox wacht nog altijd op nieuws uit Aarschot en stuurt een foto naar de krant. Ze hadden in de krant laten een berichtje zetten waar dat hun adres was, waar dat ze te vinden waren. En ook dus voor eventueel de vader, dan kon hij hun vinden, hè. Kerst 1914. Aan het front vallen de kanonnen en mortieren even stil. Aan beide kanten van niemandsland trotseren soldaten de winterkou en groeit hun heimwee naar huis. Iedereen wil wat graag geloven dat het nieuwe jaar vrede zal brengen. De vluchtelingenfamilies in het buitenland worden extra verwend. De eerste kerstmis, dat was fantastisch. Ze kwamen in de eetzaal. En die eetzaal stond vol. Die tafel stond vol met snoep, fruit, al wat je maar kunt indenken. Daar stonden pakjes voor elk kind. En dat vonden ze allemaal toch zo prachtig. Wie in België is gebleven, moet niet rekenen op veel solidariteit. Hier is het ieder voor zich. We moesten ons eten ons gooien. En we waren alle verschillende mensen van. En we kregen van een pasnenaar een paardenkop. Voor 2 frank. De mens was zo mee content. En dan vroegen aan de vrouw. Een ketel om dat talent te kopen. Kon niet zijn, dan kreeg je hier. Niet alleen aan eten geraken en in leven blijven is een probleem, ook onderdak vinden, een plaats om te slapen, is voor de achterblijvers niet gemakkelijk. De ene keer hier, de andere keer daar. En nooit geen vrij huis. Meewoon en altijd meewoon. Voor 4 jaar lang meewoon. Blijf dan maar plaatsje aan of 2, het was zo. We komen toe
en woesten. En in woesten staat er naast de zon. We vroegen aan de boot om daar de nacht te mogen slapen. Oh nee, zei de man. We hebben onze stoelen nodig voor de Franse soldaat die komen om te drinken. Als je best gehaald had om binnen te geraken, dat ging. Maar als je geen geld had, het was geen plaats. Ja, ja. Ja. En mensen met kinderen ook niet, ze moesten ze ook niet hebben. Begin januari 1915 worden in de Westhoek de eerste gevallen van tyfus geconstateerd. Door de vele soldaten, lijken en kadavers van paarden is het drinkwater verontreinigd. De vluchtelingen zijn heel vatbaar voor de tyfusbacillen. Ze leven dicht opeengepakt en heel ongezond. We hebben daar 7 weken geslapen op de vloer zonder iets onder ons. En ons kleren wetteren. Nee, ze wetteren niet. Ze stonden stok slecht van de burgerheid. De meer dan 100.000 Belgen die ervoor gekozen hebben in Nederland te blijven, hebben meer geluk. Ze wonen wel in kampen, maar hebben niets tekort. Dan ging ik naar school, hè. En onze moeder ging gordijnen maken, hè. Dan weer, ze gingen werken, hè. Ik ging er deed niks tegen, hè. Het gaat er tegen, dan ging ik helpen in de keuken. Die brek moest gekust worden, hebben dan. En dan moesten ze kussen. Er moest ook afgewassen worden, er moest gekookt worden, er moest van alles gedaan worden, denk ik. De Nederlandse overheid zoekt ook passend werk buiten het kamp. Vooral de geschoolden worden aan het werk gezet, als schoenmaker of timmerman. De ongeschoolden werken op de heide of helpen bij het aanleggen van wegen. Wekelijks verschijnt er een kampblad. In Ede is dat Ons Leven. De initiatiefnemers hopen dat de informatie de goede verstandhouding tussen beschermers en vluchtelingen zal bevorderen. Ze hadden een eigen toneelclub, ze hadden een eigen zangvereniging. Allerlei wat op sport- en muziekgebied was, hadden ze zelf allemaal. In de Westhoek is er op 22 april 1915 groot alarm. Ik was toen in mijn koei wachten. Met 2 meisjes van Roeselaar. En komt er een grote officier, een Fransje. En hij zegt, wit, partier. Ik zeg, was? Dat was zijn partier. En we zijn daar te vierde klappen. Maar kwam er een wolk over. Zo. Ik kan smoorwolken, maar lichtjes schelen zo. En toen al mensen die in de grond lijnen, die getoucheerd worden van de hazen, nee. Soldaten en burgers. Geruchten over gebruik van gas door de Duitsers deden allang de ronde. Kinderen worden op school ook voorbereid op het gevaar. En men toen een had. Dan nog stelden, hè. En dan noemen we naar school gingen ook. Moesten dat ook aan. Een zakje met de masje erin. Dan zijn we maar 1 keer haas en heen. Een nieuwe grote uittocht begint, uit angst voor het gas. Duizenden vluchtelingen zoeken een veilig onderkomen diep in Frankrijk. De nieuwkomers worden goed aanvaard, want de oorlogspropaganda heeft het beeld van de arme vluchteling ruim verspreid. Pays qu'il quitte est d'abord un pays allié et ensuite c'est le pays qui est victime de l'agression allemande, cette fameuse agression, cette fameuse attaque de la Belgique sans déclaration de guerre, qui est un scandale aux yeux de l'opinion publique française et qui la mobilise d'ailleurs fortement contre l'Allemagne. Want als ze meubels kregen links en rechts, ze hadden niks tekort. Hoor. Mijn moeder heeft veel gaan werken bij een andere dag. Ja. En de laatste jaren werkte ze
op kasteel. In de streek rond Anjou komen tussen 1914 en 1918 meer dan 6000 vluchtelingen terecht. 1 op 4 is een Belg. Très rapidement, une organisation s'est mise en place à la gare d'Angers. Puis une seconde organisation a eu pour but de les répartir dans les différentes communes de l'Anjou, Angers et à l'extérieur de l'Angers. Op een bepaald moment is er vanuit Angers, vanuit het syndicat d'initiatief, een brief vertrokken naar de onderprefect van Hazebroek met de vraag dat ze de familie Hoflak met de 4 zonen zouden sturen naar Angers omdat men een bakker nodig had. Une des grandes angoisses du préfet de Maine-et-Loire au début de la guerre, c'est le manque de boulangers. Les boulangers sont mobilisés, les ouvriers boulangers sont partis eux aussi au front et on ne boulange plus comme on dit. Et le pain risque de manquer pour cela. De familie Hoflak krijgt een huis toegewezen in het centrum van Angers, in de rue Prébaudel. Thuis hadden wij foto's, hadden wij kaarten waarop opstond waar zij woonden, 33 rue Prébaudel. Ik had koorde ook altijd mijn vader spreken dat ze gingen wandelen in de Jardin du Mai en de Jardin des Plantes. De 2 jongste kinderen gaan naar school in Angers. Er is een jongens- en een meisjesklas, allemaal Belgische kinderen. Ze hadden veel contact met al de mensen, met al de Vlamingen. Er is trouwens ook een foto bij dat ze daar op een gezellige, ik zal maar veronderstellen, zondagnamiddag samen zijn en aan een tafel zitten en een glas bier drinken. In de archief départemental liggen talrijke naamlijsten en dossiers over Belgische vluchtelingen. De meesten hebben zich snel aangepast. Ze kennen al een mondje Frans of leren het ter plaatse. Ze vinden werk en slagen erin hun kost te verdienen. De Franse overheid springt bij waar nodig. Vluchtelingen die moeilijk zelf in hun onderhoud kunnen voorzien, ontvangen van de Franse staat maandelijks een uitkering. Il a été prévu dès le départ, les instructions sont formelles à cet égard, que les réfugiés étrangers et en particulier belges avaient droit aux mêmes allocations que les réfugiés français du nord ou de l'est de la France. Ook in Engeland zoekt de overheid naar oplossingen om de vluchtelingen die er ondertussen al meer dan een jaar verblijven aan het werk te zetten. Frans Peters, de grootvader van Freddy Fransen, gaat aan de slag als timmerman in Elisabethville, vlakbij Birtley. Ze bouwen er een heel dorp om de Belgische vluchtelingen onderdak te geven. Zodra het dorp klaar is, verhuist heel de familie van Witton Park naar Elisabethville. Naar Engelse lokale normen was Elisabethville een luxe verblijfplaats. Want die mensen die hadden dus stromend water, die hadden een toilet met afloop en de hele boel, terwijl dat de Engelsen zelf dat niet hadden. Dat was ook de reden waarom rond die stad een omheining was. Zodoende dat men een pasje moest laten zien om binnen en buiten te gaan. Er is nog een andere reden waarom de bewoners een pasje nodig hebben. De vluchtelingen van Elisabethville werken in een munitiefabriek die vlakbij het dorp ligt. In die munitiefabriek werken ook gewonde Belgische soldaten. De fabriek waar dat de familie Peters onder andere werkte en al die Belgische militairen die daar logeerden voor het recupereren van de oorlog, die maakte de ammunitie voor het leger, voor het Engelse leger. Want de Engelsen hadden niet genoeg werkkrachten om dat zelf te bevolken. Op verschillende plaatsen in Engeland richten Belgen dergelijke munitiefabrieken op. In de Westhoek gaat de strijd verder. Soldaten raken gewond, sneuvelen in de strijd. Burgers die zijn achtergebleven schikken zich naar de moeilijke levensomstandigheden. Daar is het gebombardeerd worden met toen in Duiverdingstraat. Dat was een bienlovrie, die mensen waren ook gevlucht. De meubels waren er nog, dat was allemaal. De meeste burgers proberen her en der wat bij te verdienen. Ze zoeken heil bij de soldaten, vooral bij de Britten.
De Engelse ravitaillering werkt voortreffelijk en dat komt ook de vluchtelingen ten goede. Maar toen dat we gaan winkelen en mijn moeder was er voor de soldaten. Met toen koffie gegeven van soldaten en melk chocola. Mijn moeder mij dat en ik serveerde de soldaten. En ik was nu rukkelijk leed, want de soldaten hadden te veel geld. Ze betaalden voor de chocola en die, en ze moesten nooit geen geld willen. Dat ook een kleuter meer was. Ik was een jong dingetje, ja, kinder. Als ze weer naar het front moeten vertrekken, geven de soldaten hun foto als souvenir aan Little Mary. Soldaten zijn ook altijd op zoek naar ontspanning en vertier. Wij als jongens, Henk, zijn wat aangekomen, maar gelijk wat aan een dingetje daar. En zei dan dat. Als je soms zuster ook zei, oh, yes, toe. Oh, wow. Ze zei 21 en 23. Nice, oh, ze very nice. En ik gaf een adres op van twee oude vrouwen. Van twee oude vrouwen van mensen 70 jaar. Na 3 jaar oorlog begint de opvang van de vluchtelingen zwaar door te wegen. In Frankrijk reizen de eerste problemen. Een certain nombre de réfugiés refusent le travail bon, parce qu'on leur donne des salaires trop bas, parce qu'ils pensent retourner chez eux et parce qu'ils ne veulent pas non plus se mettre aux travaux des champs. Et alors, à partir de ce moment-là, les choses se passent mal entre les populations angevines et les réfugiés. In Nederland heeft de overheid geen enkele vergoeding gevraagd voor de opvang van duizenden gezinnen. Maar de financiële last weegt zwaar. In 1917 beslist de regering dat gezinnen die nog in Ede verblijven, moeten verhuizen naar Nunspeet. Ede moet dicht. Na vergelijking met alle kampen die in Nederland waren, was dit kamp het duurste. Dat werd de pulpereten, hebben dat. Oh ja, maar we kinderen hebben, hè. Maar we hebben ook gemokt in de taart, hè. Dus dat kan vergroten en dat moest deel weg, hè? De teleurstelling bij de vluchtelingen is enorm. Als we er dan 2,5 jaar waren, dan moesten we weg, hè. Moesten we naar het kamp van Nunspeet, hè. En dat sloeg tegen. Oh, dat was precies een strafkamp. In Ede was alles wit geschilderd, hè. Heel Ede was alles wit. Maar in Nunspeet was alles zwart, was alles geschilderd met pikken. Als je de mensen spreekt die er toen in die tijd waren, dan zeggen ze in Nunspeet, we kwamen van de hemel in de hel. De vluchtelingen voelen zich in Nunspeet ook niet welkom. Als je dat moet verrozen naar Nunspeet, dan zou je al geen de roos gegooid hebben. Hè? Hoe goed ze ook opgevangen worden, heimwee naar thuis en vooral naar de familie blijft altijd. Ik had nog niet veel in meegekregen. Mijn ouders wel. En mijn grootvader bijzonder. Oei, oei. Hyper. Ja, dat was al die terugkeer van hyper. Mijn grootvader die moet zich daar zeer goed gevoeld hebben. Want hij stond op het punt van een bakkerij over te nemen en in Angers te blijven wonen. Maar grootmoeder Sylvie, nee. Die verlangde vooral van weer terug te keren naar Zonnebeke. In Tewkesbury krijgt de familie van Gabi Wittox eindelijk nieuws over het lot van vader de Leender. Dan heeft er een pater in Holland laten weten naar Tewkesbury, voilà, dat vader dus alleen grootvader overleden was. Hè. Kort nadien gaat grootmoeder de Leender in op een voorstel om naar Londen te verhuizen. Haar dochters kunnen er werken in een naaiatelier. Ze zijn nu de enige kostwinners. Maar Londen is niet zo'n gelukkige keuze. Omdat de Duitsers er maar niet in slagen terrein te winnen aan de IJzer, gooien Zeppelins bommen op de Britse hoofdstad. Juist achter de hoek viel er ook een bom. Dus dat was weer opnieuw hetzelfde als hier in Aarschot. Vluchten, kelder in vluchten.
In de zomer van 1918 komt de grote ommekeer. Met de hulp van Amerikaanse troepen starten de geallieerden een groots tegenoffensief. Het wordt een harde confrontatie. Pas in november klaart de situatie op en bezwijken de vijandelijke troepen. Om 11:00 en een minuut begonnen de klokken te luiden, kanonschoten en zeggen, voilà, nu is de oorlog ten einde. Iedereen begon vreugdedansen te doen, hè? Ja, ja. En die klokken begonnen luiden, dat iedereen buiten kwam lopen. Al weende dat de oorlog gedaan was. Zodra de vluchtelingen het heugelijke nieuws van de bevrijding horen, willen ze terug naar huis. Hoe de vluchtelingen ook terugkomen, met de trein of per boot, allemaal hebben ze maar één vraag op de lippen. Wat zal ik terugvinden van wat ik 4 jaar geleden heb achtergelaten? Voor de meeste vluchtelingen is het een pijnlijke schok als ze zien wat er nog overblijft van hun stad of dorp. Ja, en als we hier gekomen zijn, wij zijn gekomen kijken naar Ypres. Dat weet ik nog. De straten waren modderpoel, het waren geen straten meer. Meter rond was Pierkim omgekeerd. Ze hebben de raam waren uitgesmeten en weer op naamplot begraven. Mijn vader heeft verteld, gelukkig, dat op het dorpsplein een paaltje stond met daarop gemeente Zonnebeke, of dat zij anders de dorpskom niet zouden teruggevonden hebben. Het was werkelijk totaal verwoest. De mensen zeggen dikwijls, er staat geen huis niet meer recht. In Zonnebeke stond er zelf geen boom niet meer recht. Dat is een vreemdeling geweest. Vreemd. En veel verdriet.